Goedemorgen, dit is het Weersjournaal van Weerplaza.nl. Veel bewolking over met name het zuiden en midden van het land. Daaruit valt soms ook wat lichte regen of motregen. Dat trekt allemaal naar het zuiden weg en vanuit het noorden gaat het dan uiteindelijk opklaren. De wind die is vanmiddag meestal matig tot uiteindelijk vrij krachtig aan zeewindkracht 3 tot 5. En de temperatuur die loopt op de meeste plaatsen op naar zo'n 13 of 14 graden. Mogelijk dat er in het begin van de middag in het zuiden nog een beetje regen valt, maar uiteindelijk is het vanmiddag dan op de meeste plaatsen droog, al is een enkel spetterbuitje boven de wadden niet uit te sluiten. Vanavond zijn er opklaringen, met name landinwaarts. In die opklaringen kan het toch behoorlijk afkoelen naar lokaal 4 graden. Uiteindelijk neemt de bewolking toe en loopt het kwik weer op naar een graad of 8. Morgen zien we veel bewolking. Mogelijk dat in Zeeland de zon nog eventjes doorbreekt. Maar met name in het noorden en noordoosten van het land kan soms een beetje lichte regen of motregen vallen. Het waait stevig uit het noordwesten en het wordt 14 of 15 graden. De komende dagen dan houdt bewolking de overhand. Met name woensdag en donderdag zien we daarbij ook af en toe een spat regen. Vanaf vrijdag dan komt de koele lucht ons land binnen. In die koele lucht vallen een aantal buien met tussendoor zon. Maar de temperaturen gaan overdag aanmerkelijk naar beneden naar een graad of 12.